Hallo iedereen, welkom op mijn YouTube kanaal. Je kijkt naar de Let's Play van de Final Fantasy VII Remake. Het is inmiddels aflevering 7. We staan in dit metrostelsel. En we hebben echt de gekste sequentie achter de rug uit de game tot nu toe. Een soort boss fight op een motor, terwijl we super arcadey door de metrostelsels reden. Geen idee wat ik daarover moet zeggen. Ik wist ook niet wat ik moest verwachten, dus dat was best wel apart. We gaan de game op dit moment vervolgen door één van onze gangleden te helpen. Namelijk de vrouwelijke ganglid heeft onze hulp nodig. Ze heeft Cloud ingeschakeld. En we gaan beginnen aan chapter 4. Show die support door een like te droppen. En abonneer mocht je nieuw zijn. Zo blijf je op de hoogte van mijn nieuwste video's. En ook kun je me natuurlijk ten alle tijde extra supporten door een Den Aden kanaallid te worden. Meer info in de videobeschrijving. Let's go guys. The residential area is just beyond this gate. Mind doing the honors? Sure, whatever. You've got an arm on you. Zijn we nou weer? Oké, dit is best wel sick. Here we are. The employee housing district, where they put you when your parents work for Shinra. While their reactors were slowly killing the planet, we were living the good life. Je kan hier ook gewoon heen rennen, dat is toch best wel apart. Dat voelt alsof je het echt kan verkennen, moet verkennen. Basketball! No joke, waarom kan je hier helemaal heen? Waar ben ik nou weer? Waarom ren ik nou weer via rechts? Het is oprecht wel interessant dat ze dit soort verkenning van de wereld gewoon in de game hebben gestopt. We zijn gewoon in de magische stad Midgar. Industriële stad. Figures. Still leaves the lights on every night. For the girl who only comes home once every other blue moon. Mom's an old-fashioned type like that. Think she'll make us pizza? Her Midgar special? She's quite the cook. Quick to whip up finger-licking food, even if you drop by in the dead of night. And she loves guests who ask for seconds or thirds. Oh ja, we gaan nu echt gewoon naar haar ouders toe. Okay, let's head in. Cloud, you know what to do. Why don't you wait around the corner over there? Okay. It's a shame you won't get to try the Midgar special. You would have really liked it. Mag ik niet mee naar binnen? Dit is toch ook sad? Even in de chat voor Cloud. With your help, we won't need luck. You'll take on just about any job, right? Well, I need you to rob my house. Think you can do that for me? Go in through the back door when the coast is clear. The signal will be obvious. Deze game is echt veel te mooi gemaakt. Once the lights come on, it's go time. Time to go. Echt veel te mooi gemaakt. Ik kan niet wachten om deze game opnieuw te spelen op de PS5. Backwards compatible, hopelijk met een upgrade. Inside, you'll find a room with two doors. Don't take the one in front of you. You want the room on the right. That's where you'll find it. Is
Sorry about dropping in like this again. We'll be chatting Mom up in the kitchen, so don't even bother being quiet. There's no way she'll ever hear you. Dad'll be in there, but it's okay. I need you to grab his Shinra ID card. And yeah, I know I should do it myself, but... but I honestly don't think I'm up to it. Just do this for me, okay? Yeah, like a dog. Wel heel apart idee dit, hè? Fotootjes. Ik dacht al zoiets. Jesse. Dang, Mom. How'd you get even better at this? Now that is a damn good pie. Ik loop overal even langs. Kunnen we iets doen? My dad. He was a maintenance supervisor at the reactor. Maar wat heeft hij nu dan? Careful, it's hot. Dat is hem. Thanks. Wat heeft hij? Is hij ernstig ziek? Ah, thank you. Kunnen we hem vergiftigen? Kunnen we zijn mond spugen? Grapje. Time to go. I'm so happy. Oké, wat is dit dan? Come on, there's no time for this. What the fuck? Alles wat ik kan interacten, dat had ik dan eerst moeten doen voor ik die Shinra card pakte. Beetje jammer dit. Oké, lekker gestolen pik. Mission accomplished. When are you going to give up on the gold saucer? How long has it been since you even performed? A lot of people really rely on Jesse. As a stagehand, though, right? You can be one of those anywhere. So why not come home and get a job at the Sector 8 Theater? I'll think about it. You know, I'd really love to stay and chat, but we gotta go. So soon? Yeah, well, we hadn't even planned on dropping by. But Wedge wanted some of your famous pizza. So good. Sure I can't tempt you with some more? Maybe just a couple slices, Mrs. R. Wedge! Hey, I'm doing it for you guys. You don't want me going to work on an empty stomach. I'm planning on using a weaker blasting agent this time. Since I can't get in touch with my supplier, our only option is to loot a warehouse owned by Shinra. Hey there. This it? Now comes the hard part. I'm gonna use this to sneak into the 7-6 annex. All right, let's get to it. Sorry, but you're staying outside. Only I know what to steal from where, so it's gotta be me who goes in. So, we came all this way just to eat pizza? You think I'd let you off that easy? You're gonna earn every slice helping Cloud. Just do the thing where you draw everyone's attention away. Like you did at my parents. What's the word again? Maybe I'm more nervous than I thought. Diversion. Yeah, that. Nice one, military man. So what? Does this mean we're gonna ask some Shinra folks out to dinner? You know damn well what she means. While you're inside, we make sure the guards are focused on the outside, yeah? Exactly. Couldn't have put it any better. When you see a flare go up, that's your cue. Rush the front gates and make for the warehouse plaza. The more hell you raise, the more time you buy me. Huh. You're gonna run this guy into the ground, aren't you?
How much time do you think you'll need? Not too much. I'll be in and out. I'll send up another flare when I'm done. We rendezvous in the vacant lot up ahead. Hold on. How are we supposed to get back to the slums? Wait for the first train? No. I want to be back before that. Don't worry. I have something worked out. Now, let's get this done. Well, that diversion's not gonna create itself. Het was ook gewoon half één, hè? Jesse's dad was in there, right? Yeah. Mako poisoning. Happened while Jesse was doing a show with the Gold Saucer. Ah, what do you care? No, I want to hear it. Jesse always wanted to be an actress. Worked her ass off for years. Until finally she caught a break. Top billing. Parents were thrilled. And then, right before opening night... Her dad had an accident. Collapsed from overwork. And in the worst possible place, Mako's storage. Lay there half a day before someone found him. Been like that ever since. No change whatsoever. And that's what got her into planetology. And led her to seek out Avalanche. How far we've come. Jesse's got a theory about it. Thinks her dad's spirit is stuck now. Between his body and the heart of the planet. So if we don't shut down the reactors soon... He'll get caught up in the flow and... poof. What's so funny? Just that I understand how you feel. Unlike most of the time. I see. Oké, okay, wel goede uitleg. Ik vroeg me al af wat die vader had, maar dat hebben hun dus zojuist uitgelegd. Ik denk dat we hier niet zo gemakkelijk vanaf komen, hoor. Waar moeten we nou weer wachten? Dat we er echt niet zo makkelijk vanaf komen dat we hier gewoon een groot gevecht gaan belanden. Mako is the essence of life itself. Of memory and hope. It's not something you burn in a reactor just to keep the lights on. Hell no. Oh, don't tell Jesse about this little chat, okay? When she gets pissed, ooh, she gets punchy. Well, no promises. He's serious, Cloud. She'll beat the shit out of us. Not my problem. This guy. Hey, it's the lot Jesse was talking about. We rendezvous here when we've got what we came for. Gotta stay hidden. Wait for the signal. It's so quiet. Just need to get past this gate. Wait. Where are the guards? Looks like someone beat us here. And I don't think it was Jesse. This had better not get in the way of our plans. It won't. Het is zo vreemd, zeg maar, dat Cloud eruit ziet alsof hij 13 is, maar hij is wel de badass van de hele groep. En hij is zo'n coole guy die iedereen gaat verslaan. Een echte man is, een grote, sterke man. Terwijl hij ziet er oprecht uit als fucking 13. Waar gaat dit nou weer heen? Waarom doe ik dit nou weer? Battle training? Blocked. We're still here. Not bad. Training bonus gained. Wat heb ik nou weer gedaan? Oké, wel grappig dat het erin zit. Ik weet niet of het me veel heeft geholpen, maar oké. Je ontdekt dus wel degelijk een soort van extra areas. Terwijl ik dit doe, ben ik namelijk altijd op zoek naar kisten en dat soort dingen, weet je wel.
Maar goed, je vindt niet altijd wat, zoals je ziet. Laten we maar verder gaan met de game. Where are you going, Cloud? This way. No need for us to rush. Let's scout it out first. I can handle this solo. What? You're trying to keep us out of it now? Don't be a jackass. We're in this together. Don't expect me to save you. If you need to check your gear, now's the time. Give the word when you're good to go. You can use that vending machine over there to stock up. Save on items. Ik ben benieuwd, wat wordt er verkocht? Guess there's a training center too. Could go a few rounds before the main event. Man, I get really hungry when I'm nervous. Eén. En hier wil ik er wel drie van. Verkopen ze ook wapens? Dit is wel heel handig, denk ik. Hij krijgt er wel minder kracht van. Zoveel scheelt het niet eens. When you leave something at home or just need a bite to eat, vending machines can be real lifesavers. Remind me, you've got summoning materia, don't you? There's no better way to deal with big groups. You'd be crazy not to equip it. Okay, let's go over the plan one last time. You start things off by cutting loose where everyone can see you. And us? We're the backup. First, we climb high enough to get a vantage point, then we go to town on them. Heya. So, what did you want to talk about? When spring comes, I'm leaving town. I'm going to Midgar. Should have figured. All the guys are leaving. But I'm not like them. I'm not going just to look for work. I'm going to be a soldier. The best of the best. Like Sephiroth. The great war hero, huh? Isn't it pretty hard to become a soldier? Yeah, so I won't be back for a long time. Guess not. Think you'll be in the papers? I'll try. Just promise me one thing. When we're older, and you're a famous soldier, if I'm ever trapped or in trouble, promise you'll come and save me. Huh? That's what heroes do. They save people. Please? Just once. Come on, promise me. Fine. I promise. You're having second thoughts. I know we have to think big if we're going to make a difference. But not like this. I feel trapped. En hun stonden daarna te kijken, naar dit gekreun en gezucht en gesteun. That's the signal! All according to plan. Let's go.
Right. Yeah! Oké, ik denk echt dat hij wat menselijker, emotioneler en gevoeliger moet gaan worden. Die Tifa is echt een schatje, altijd al geweest. Zo komt het over op me. I don't see any intruders. Maybe they went home. Oh, hey, over there! Target sighted! Light him up! Give up? Kill the bastard! Waarom is er eigenlijk geen bloed in de game? No holding back. See ya. Find more intruders. Who's on that back up? I have a sniper. Get him first. Enough. On the other one. Quick. There's our damn backup. Got that. This old. Eens even kijken. Abilities. Ik weet niet hoe ik die super andere ding gebruik, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Items. Maiden's Kiss. Nee. Have this. Unauthorized entry in 7-6 Annex. All units, proceed to location and secure. Het gaat super makkelijk, super snel. Is het misschien die soort limit die je opbouwt? Ik wil namelijk die soort van hupplepup summonen, zoiets. Oh, you gotta be shitting me. Give me a bit more time and I got you. You got to be shitting me, hello? Give it up! Putting up a fight, huh? Materia level up. Oké, dat is wel sick. Dan gaan we even een grenade gebruiken op deze dude. Heads up! Hier, dan viel hij achter hem. Op eigen man? Nee. Oké, top. Goodbye. Oh, sick. Hun disarmen het. And good riddance. En nu? Let him escape. Ik wil die. Wat gebeurt er nou allemaal? We're done here. That's for me. Enough. See you in hell. Brace yourself. This might hurt. Yes. Oké, die dodged alles. Dan doe ik even die spell potencies. Materia is geïmproved, dus dingen zijn ook sterker geworden nu. Calling fire. Ik wil even die ge- Oh, dit werkt niet. And down she goes! Huh. Look at us amateurs, putting in the work. Oh jee, doggo's. Oh no, doggo's. It's your boy, doggo. Don't worry, I've got this. Catch me if you can. Yeah!
Wedge is zo'n enorme moloot. Even oprecht. Oké, Oh, hij blokkeert wel. Wat? Eindelijk. Ik ben er eindelijk achter, joh. Ik dacht eerst, waarom kan ik niks... Oké, ik blijf in herhaling vallen. Ik wilde zeggen, waarom kon ik niks blokkeren? Nou, nu kom ik er dus achter dat je... dus uit je operator mode weg moet. En dan pakt hij deze houding, neemt hij aan. Zie je, een beetje defense. En dan... Aha, I get it now. Oké, dan doen we... eventjes een vuurtje op Doggo. Need a light. Vindt hij ook niet leuk. Hier, dan haal hem van Punisher mode af. Bring it. I'm not tired. I can do this all night. You're done. De limit break wil ik bewaren voor een grotere enemy, snap je ook wel. Think I ran off the pizza. Hell of a show, man. If only the ladies loved you that much. I'm glad someone's enjoying themselves. Twee? Of course they store mechs here. Okay, twee. You ready? Hell yeah. More than you know. Look what I found. Let's give these jerks a taste of their own medicine. Ik wil net zeggen, Wedge, ga eindelijk wat doen, bro. Je hebt nog nooit wat gedaan. Summon! Yes, eindelijk kunnen we het. Dit zijn grote enemies, dus we kunnen eindelijk summonen. Oké, okay, er staat dus wanneer je eigenlijk gewoon een grote vijand trotseert, zoals deze. Dan begint die summoning materia die in mijn wapen zit uiteindelijk een beetje op te laden. En dan kan ik een summon gawk activeren, denk ik. Oh ja, daar rechts in beeld zou dat. Ik doe eerst mijn abilities triple slash tussen deze in. Deed niet veel. Limit break. Wat doet hij? Holy shit. En nu is de summon is vol. Ifrit kan ik spawnen. Have fun. Holy shit. What's up, man? My first summon. These beings have a will of their own. Oftewel, ze hebben hun eigen wil midden in het gevecht. We kunnen hem wel commanderen om unieke aanvallen te doen. Oké, dan moet ik even mezelf healen. Anders ga ik het niet volhouden. Ik vraag me af of ik kan ik kan niet switchen, besef ik me nu. Ik kan alleen... Summon ability, die probeer ik wel eventjes. Crimson Dive, wat doet die op Sweeper A? Oké, ziek. Let's do this. Hoppa, staggered. En dan doe ik mijn summon ability Radiant Plume op deze A. Terwijl ik zelf... Oh, dat kost mijn eigen... Oh shit, hij is gewoon dood, joh. En ik ben level up. Holding back.
Summon ability, Crimson Dive op B. Get ready. Hij is bijna staggered. Ja, ja, daar is hij. En dan doe ik Braver. Woo! Boom! Dit was zieke gameplay. Stay where you are! Yeah. Oh shit. Wij zijn soldaten. Alright, assholes, show me your hands! Well, aren't we having a wonderful time kicking the hornet's nest? You know what I want. A second dance. Just the two of us. You turned the key. The engine roars with excitement. It hungers to be set free! Fall back. Right. Come on. It's been a long time since I fought a duel out of the saddle. But for all the miles on the clock, emo versus emo guy. I'm just as fast as I ever was. At last, our long-awaited dance begins. Here's to a fair fight, my friend. Here we go. All right. Not bad. Calling fire. Shit. Ready? Wat kan ik tegen hem doen wat echt goed is, zeg maar? Braver vol op zijn kop? Sorry. Oh ja, dat vindt hij niet zo tof. Let's do this. Sloppy. I told you we were gonna push it past the red line! Emo guy versus emo guy. Samen met hele grote zwaarden. Die zijn echt heel cool samen. Wee yo! Die was ontzettend ziek. Ik parried het een soort van net. Let's do this. Open up the throttle. Time to burn. Any time now. Shall I keep you company? How do we call him? Roche? Roche? Hache? Oh, dat was over elkaar heen. Zonde. I cure myself weer eventjes. Right. Try me. Shall I keep you company? In the blink of an eye! Feel no, my burning passion! Godverdomme, ja, kloot veel. Ik heb ook vuur. No escape. Shall I keep you company? Even wat afstand nemen, dan neem ik een item. En neem ik een high potion. Open up the throttle. Anytime now. Focus thrust recht door hem heen. Here it comes. Keep you company. All right. In the blink of an eye. Bring it. Oh, I staggered him. Oh, D. Limit break. Cross slash. Oh, roach. Whoop. Whoop. Satisfied?
With such fleeting pleasure? Hardly. There are higher heights to which you and I can still soar. Vanaf elke fucking hoek komt er zo'n Mac. Okay, boys, give them everything you've got, but kill the swordsman first. Gaat hij Roach nu helpen of gaat hij wegrijden met zijn motor? Staat hij aan onze kant? Wil hij gewoon tof doen? What the fuck is dit? Nou, dit was een duidelijk antwoord. We really must do this again. Until then, try not to die. I'll see you on the road, my friend. Laat de rush. God damn it. Let's go. Right. Oh, dat is best wel sick eigenlijk, die kettingen. Run! Run while you can! Friendly! Stand down! Your team shouldn't be here. Glad yours is. Come here. Wedge will be fine, but you won't be if they start asking questions. And who are they? First guests to the party, another avalanche cell. Our holier-than-thou friends from the old guard. It's always their way or the highway. Lately, they've been a real pain in the ass. Till now. So then why are they here? Beats me. We've been on the outs ever since our cell got labeled too extreme. Though they're the ones running around with mil-spec gear. Word is, they cut a deal with Wutai. Promised him all the materia in Midgar, apparently. Think there's any truth to that? You tell me. Sometimes, I think we're the only ones who've realized the war's over. Okay, mission complete. Let's make our way back to the lot. Right. Looking a lot more crowded now. Okay. Dit was een episch gevecht en eindelijk heb ik door dat je zeg maar op Punisher mode moet klikken zodat hij in een soort defensive modus gaat staan en veel aanvallen automatisch parried. Dat is best wel sick. Ik vond het een cool gevecht. Ik ga even kijken wat we nu precies moeten doen en dan eindig ik de aflevering. Want ja, we hebben al best een tijdje gespeeld natuurlijk. Maar het ging me eigenlijk best goed af, allemaal. So, are we not gonna wait for Wedge? If we stuck around or went back, he'd only get upset. Why is that? Because a soldier wouldn't understand. I'll tell him you're worried about him, though. Who knows? Many of our citizens have already been disturbed by the alarm. Squad A will set up here to search the suspect. He will establish a perimeter, roadblocks included. Contain the situation. You made it! Over here! Public security will only serve to frighten the people. Okay! Forma, let's go! Could
Could you have been any louder? I mean, it made my job a lot easier, but... Wait, where's Wedge? Wedge! That was close. We'll go get him. Hey, buddy. How you doing? Come on. Not my finest hour. You get hit? Just winged, I think. Oh, shot! Really? Let me see. Are we seriously doing this here? That's... Wow. You guys are the worst! Huh? Your ass is fine. Maybe singed, but the only casualty is your underwear. This is like a bruise or a mild burn at worst. Now that was a gunshot. Is that a smile I spy? It's not safe here. We should go. Copy that. Oh, deze game kan zo weird zijn. Hij kan zo goed zijn en zo fucking vaag tegelijk. So, how do we get back to the slums? Ik vermaak me echt met het spel. Hè. De gameplay is ijzersterk. Ik vind de graphics sick. Ik vind het verhaal ook leuk. Maar echt, jongen. Wat ik al in de eerste aflevering noemde. Ik hou niet van dit stijltje. Ik lig gewoon dubbel om hoe dit is gemaakt. Wat? En die duimpies en zo. En die random scène met Wedge. Ja, super vaag. Coincidence? All residents are to return to their homes and remain indoors until further notice. Could get messy. I repeat, for your safety, go home. I heard someone say it was an attack. Hey, it was those terrorists, right? There has been no attack. For your safety, please go home and remain indoors until further notice. Nou, het valt totaal niet op dat er weer 4 man met wapens wegrent hier. Onder andere een gast met een 6 meter lang zwaard. Right, this is it. Through here and we're home free. Where exactly are we going? When we get there, you'll know. Now that I've got my blasting agent, we should have everything we need for our next mission. Die gast deed echt een trickshot met die pion. For your dad's sake. Hey, what the hell, man? Huh? Pop was just saying how he hopes to come back and try the Midgar special next time. Really, huh? Cloud said that? Sure did. Wants a whole pie to himself. Isn't that right? That's right. Well, okay then. Maybe I'll lend Mom a hand next time, too. That'd be awesome! Super duper awesome! Ligt hier even wat materia te chillen. Wel, ik vind het oprecht een heel fijn gevoel dat ik de gameplay nu door heb. Dus dat ik het gevechten snap. Dat ik zelfs allemaal guards en honden en van die Tech-Max en Roach of Roach heb verslagen, zeg maar. Omdat ik nu die parry-modus snap. Dan kun je gewoon je aanvallen goed doen. En laden ook je aanvallen en je abilities sneller op. Bingo. I have figured my dad got it wrong, but nope. They're here just like he said. Parachutes? Mm-hmm. Huh? What do you mean, half figured? 50-50 is pretty good odds, if you ask me. This is gonna be Wait, fun. Thanks, guys. I really appreciate you coming all this way with me. And like I said before, I'd be grateful if you kept this between us until after the mission. I don't want to complicate things. Sure. Okay, who's ready to fly? Me! Me! Hey, Cloud! Me! You let him down gently, all right? I'm ready to parachute! Wait, I almost forgot. One more thing! Whoa! Stop it! What in the hell are you trying to... Easy, you'll make us fall! Not if you do first! So
swing by my place after, so I can pay you in full. Wat gebeurt hier allemaal? Wait! Give me a minute! No. Oh, deze game. Why you have to be such a hard ass, bro? I ain't your bro. Kijk, dit vind ik dan weer echt ontzettend ziek gemaakt. Dit is zo raar. I wish I could have done more. Just got hurt. You did enough. You took one for the team. Be proud. Yeah? Yeah. Feels like we're flying high these days. Now, more than ever. He's a keeper, all right. Yeah. Together, we can take on the world! En dan zijn ze op deze manier onderweg naar de slums. Nogmaals jongens, ik geniet ontzettend van het spel. Ik vind de graphics ziek, de gameplay ontzettend gruwelijk, side quests, worldbuilding fantastisch. En de characters zijn ook leuk, maar het is de manier... Het stijltje, oké? Ik zei het al in aflevering 1, 2, 3 en 4. Zo van, het stijltje is niet helemaal mijn ding. En ik lig er ook oprecht dubbel om. Want het is zo vaag. Op sommige momenten. I'll head home on my own. After all, I'm only a little sore. It's cool. We'll go together. Aw, thanks, bro. Cut that out. This way. Weer dat duimpje. En hij zegt nu steeds heel cool, zegt hij bro. I guess. Jongens, ik ga hier mijn aflevering eindigen. Dit was aflevering 7 en ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik heb er in ieder geval wel ontzettend van genoten. En ja, er zijn toch wel veel dingen gebeurd. Ik heb namelijk bepaalde belangrijke key game elementen doorgekregen. Dat is namelijk echt gewoon switchen met driehoekje naar Punisher mode. En dan automatisch in een soort defensive parry mode staan. Dat je abilities laden sneller op, je kan sneller aanvallen doen. En daardoor kom je ook gewoon meer aan de gameplay toe. In plaats van alleen maar wegrollen voor je vijanden. Verder, vette missie. Ik heb gelachen om dommigheden, maar ook genoten van heftige actie. Ik hoop jullie allemaal weer te zien bij aflevering 8 van Final Fantasy VII, de remake. Tot de volgende guys, later.